Vanaf morgen is Glow FM op een andere manier te bereiken. De zender voor Groot Eindhoven is vanaf dat moment alleen nog maar te ontvangen via 745 AM in plaats van 94.0 FM. Daarmee krijgt de zender ook een nieuwe naam, Glow AM. De DJ's van Glow AM zijn er alvast klaar voor. Fantastisch, dit kan alleen maar goed gaan. Ik was volgens mij een van de 10 mensen in de meeting die heel enthousiast erover was. Maar dit is toch gewoon top. Beter ontvangst, buiten Nederland. Wat kan er misgaan? Nou, dit is echt een fantastisch initiatief vanuit de techniek Glow AM. Het wordt echt helemaal geweldig. En het is natuurlijk ook fantastisch voor het bereik. Hoezo? Wie heeft dat besloten dan? Hè? Nee, kom. Door deze aanpassing is Glow AM in heel Europa te ontvangen. Zodra morgen die AM-zender wordt aangezet, hè, dan kunnen we eigenlijk heel Europa kennis laten maken met het geluid van Eindhoven, hè, van Glow FM. Dus dan bijvoorbeeld niet alleen in Eindhoven, maar dan is die vibe ook voelbaar, hè, bijvoorbeeld in Boedapest of Schalemeer. En we gaan wel een klein beetje genoegen moeten nemen met een beetje kwaliteitverlies qua geluid. Maar dat nemen we dan op de koop toe. Momenteel wordt nog de laatste hand gelegd aan de verbinding, zodat deze morgen in gebruik genomen kan worden. Meneer, mogen we even storen? Ja, dat mag. Hoe verlopen de voorbereidingen? Nou, zoals je hier kan zien, ben ik al bezig. Alle draadjes zitten er in ieder geval goed in. De MOF-filter moet naartoe gevoerd worden, maar we kunnen morgen sowieso live. Maar bent u niet bang dat er een hoop weerstand gaat zijn? Want ja, het Evaluon is natuurlijk wel een icoon van Eindhoven. Het is sowieso een icoon, maar ik denk dat je er geen zorgen om hoeft te maken. Als je langs rijdt, dan ga je de toren echt niet zien. Of het goed gaat, hoort u morgen als u luistert naar de vernieuwde zender Glow AM. Glow AM.